Goedemorgen allemaal. Mijn stem is nog een beetje crack. Ik ga vandaag weer lekker naar school toe voor een toets. Nou ja, lang is het in ieder geval niet. Ik heb een haar. Oeh. Ik denk dat hij weg is. Lang is het niet. Ik zal even draaien voor het licht. Ik ga er gewoon even bij zitten. Goed, wat ik dus wilde zeggen is... ik moet vandaag weer naar school toe voor een toets. Het is maar één toets. LB. En het punt is dat je daar je aantekeningen bij mag houden. Dus dat moet wel goed komen. En het tweede ding is dat ik dan... moet ik ergonomie inleveren. Dat is ook 5 minuten werk. Als de leraar een beetje opschiet. En ja... Dan ben ik er weer uit. Ik ga 8:30 moet ik op school zijn. Ik ga 8:10 ongeveer weg. Ik weet niet, het is nu... Ik krijg trouwens weer een horloge. Dat is echt een behoorlijke tijd geleden. Ik heb de hik, damn it. Het is nu 7:15. Dus ik heb nog een uurtje ongeveer. Eigenlijk ben ik al klaar. Dus eigenlijk hoef ik niks te doen. Ik eet toch nooit 's ochtends. Wist jullie dat al? Als ik echt trek heb, dan ontbijt ik 's ochtends. Of als het echt 11 uur is of zo, ga ik wat eten. Maar als het zo vroeg is, ga ik echt niks eten. De meeste is het gewoon een beker melk of een groot glas water. En dan, en dan meestal gewoon nog wel, hoe heet die dingen? Zo'n muesli-reep of zo. Dat gebruik ik ook wel vaak. Maar in ieder geval, sorry als ik trouwens de hele tijd naast die camera kijk hoor. Ik irriteerde me er zelf ook al aan van die laatste vlog. Maar ik ben niet gewend om hierin te kijken. Ik ben gewend om naar mezelf te kijken. Maar in ieder geval, dat ga ik dus doen. Waarschijnlijk even muesli-reep eten of zo. Desnoods neem ik hem mee voor onderweg. En verder ben ik op zich al helemaal klaar. Ik moet mijn haar nog doen. Het staat een beetje overeind. En ik moet mijn tanden nog poetsen. En ik moet nog wat lipstift op doen. En dan ben ik klaar. Ik zal jullie ook de outfit laten zien. Ik wilde een beetje een simpele en warme outfit aandoen. En ook, als ik vanmiddag thuis kom, gaan we even naar de dierenwinkel. En daarna ga ik waarschijnlijk mijn bed in, want ik heb ontzettend rot geslapen. Ik weet niet of jullie het aan me kunnen zien. Ik ben ontzettend moe. Oh, daar ga ik alweer. Ik ben ontzettend moe, dus vandaar dat ik vanmiddag waarschijnlijk eventjes of strakjes als ik thuis kom weer even mijn bed in duik. Ik ben ontzettend moe. Ik heb even een beetje slaap nodig. En morgen, de dag dat jullie dit zien, woensdag, de derde, toch? Ja, de derde, ben ik vrij. Dus ik weet ook niet wat daar gaat gebeuren of zo. Ik weet trouwens niet of ik woensdag ga vloggen. Waarschijnlijk wil ik woensdag die video, of donderdag die video van de What's in My Bag online laten gaan. Dus dat is morgen voor jullie. Dus ik zie wel wat er allemaal gaat gebeuren of zo. In ieder geval heb ik geen plannen voor woensdag. Waarschijnlijk ga ik gewoon woensdag lekker chill uitrusten en weet ik en wat allemaal. En ik zal ook even mijn outfit laten zien, want ik hou van deze outfit. Goed, mijn outfit. Ja, ik loop weer een beetje kloten door dit ding om mijn been. Zien jullie het zitten? Het ziet echt verschil aan. Kijk dan, jongens. Is toch niet normaal? Goed, dat was op zijn kop. Sorry daarvoor. Mijn outfit, zoals jullie misschien al zagen, ik heb mijn All-Stars aan. En een hele simpele blauwe broek. Omdat deze broek is best wel wijd aan de onderkant. En hij is goed rekbaar. Dus vandaar dacht ik van... Het lijkt me... Oh, vandaar dat ik dacht van het lijkt me al goed. Nou goed, de horloge heb ik aan. Je ziet mijn tato's zitten. Dat vind ik het leuke aan die halve shirtje dat je de tato's ziet. Goed, zoals je ook kan zien heb ik een roze shirtje aan. Die is gewoon even... Hieronder heb ik trouwens een donkerblauw topje. Ik heb het een beetje koud, dus ik dacht, laat ik eens een topje eronder doen. Die spiegel moet ik echt een keer schoonmaken. Kijk dan. Mijn god. Een simpel roze shirtje. En daaroverheen, deze heb ik 2 jaar geleden of zo van mijn opa en oma gehad volgens mij. Of van mijn moeder, geen flauw idee. Dit is een bodywarmer. Maar dat is geen bodywarmer die je dus buiten... Je kan hem ook buiten dragen, hoor daar niet van.
Maar deze hier zit bont aan. En weet ik heb het al. Hij is heel, in ieder geval winterbestendig. Hij is heel erg warm. En het fijne vind ik ook dat hier zitten zakken in. Dus ik kan hier straks gewoon mijn mobiel inzetten als ik toets heb. Want ik moet hem ook in mijn tas doen. Omdat ik geen broekzakken heb in deze broek. Deze broek heeft ook wel zakken, maar kijk, heel klein. Dus daar ben ik heel erg blij om. Nu dit. Voor gluurders. Hij doet dit. En ze neemt niet op. Oh, jammer. Goed, ik besefte dus nu net dat ik niet stond te filmen. Haha, toffie. In ieder geval, Ash wil dus niet met me praten. Dus die heb ik opgehangen. Het is nog zo donker buiten. Ik ga me eigenlijk nu verder klaarmaken. Het waait super, super hard buiten. Als het bij jullie ook zo hard waait, alsjeblieft laat weten hoe het bij jullie is. Want hier is echt niet normaal. We hadden zo'n een of andere plastic plaat bij de vijver staan. Zodat er geen vis in kunnen. Wauw. Zodat er geen reigers of katten bij kunnen. En ja, die plaat die was dus gisteren helemaal kapot gewaaid. Helemaal in stukken. Dus daar was mijn moeder niet zo blij mee. Goed, ik ben bijna helemaal klaar. Ik ga mijn laatste dingetjes doen. En ik ga me eigenlijk weer dood irriteren aan dit ding. Het nadeel is dat het zit in het begin zo vervelend. Echt. Och, dan kan je dat ding over je poot afrukken. Maar daarna voel ik op een gegeven moment niks meer van. Het is gewoon even wennen weer dat er wat om zit. En over een uurtje is het alweer voorbij. In ieder geval, ik praat veel te veel. Het is ochtend, jongens. Doe rustig. Inderdaad, dat denk ik niet ook. Ik ga me echt klaarmaken. En ik ben uit en het duurde 2 minuten om boven te komen. We hadden nog 3 minuten voordat de metro kwam. En we hebben nu nog 1 minuut. Oh, ik ben eindelijk boven. Als het goed is. Sst. Als het goed is, dan moet ik straks nog naar de dierenwinkel. Maar ja, ik weet niet. Ik ga vandaag lekker niks doen, denk ik. Goed, het is donker. Dat komt omdat ik het dicht heb gedaan. Ik ben thuis. Kijk mijn ogen dan, joh, de binnenkant helemaal wit. Ik ben thuis en ik ben heel erg moe. En ik heb ontzettend veel last van mijn rug. Ik weet niet hoe ik heb geslapen vannacht, maar het doet echt ontzettend veel pijn. Het is echt vooral onder mijn rug. Wat ik dus vanmorgen ook al zei. Ik wil dus gewoon eventjes mijn gemak gaan houden. En even op mijn gemak een uurtje, 1,5 uur, eventjes gaan neppen. Oftewel eventjes een middagdutje doen. Ik ben heel erg moe en ik heb het ook heel erg koud. Dus ik dacht, ik ga gewoon heel eventjes een middagdutje doen. En ja, daarna ga ik leren. En waarschijnlijk ook nog wat video's editen en wat video's kijken. Ja, in ieder geval, ik heb niet zo heel veel te leren. Het is me heel weinig wat moeten leren voor donderdag. En anders kan ik morgen ook nog leren. Dus ja. Komt helemaal goed. Ik ga in ieder geval nu heel eventjes nog slapen. En ik ben wakker. Al een tijdje eerlijk gezegd. Ik werd wakker en mijn beenspier van mijn linkerbeen, van dit been, of mijn kuitspier weet ik veel wat het is, zat vast. Dus ik ging kapot van de pijn. En nou doet het nog een beetje zeer, maar gaat wel weg. Ik ben het al een beetje gaan leren. En mijn opa is er net ook langs geweest. Wat ik vandaag, of tenminste nu nog ga doen. Is, ik ga nog verder leren. En morgen ga ik naar de Action om allemaal laatste schoolspullen te gaan halen en zo. Dus dat moet ook allemaal wel goed komen. Even mijn lampje aan doen. Ik blijf dus deze verlichting echt leuk vinden. Kijk en hoe licht deze brandt. Die is gewoon echt serieus bijna op. Er zit een batterij in. Ik zal hem uitdoen. Dus. Wat ik nu ga doen. Is ik ga leren. En ik ga ook beginnen. Mijn moeder heeft het boek een tijdje gehad. Maar ik wist niet dat het een theorieboek was.
Ik dacht dat het gewoon een oefenboek was. Volgens mij zien jullie het nu in spiegelbeeld. Ik hoop het niet. Dit is een rijbewijsboek. En er staan 10 examens in. Dus het lijkt me leuk om die nu eens op mijn gemakje te gaan maken. Elke dag een examen. Lijkt me wel leuk. Kijken hoe goed ik erin ben. Want ik wil binnenkort toch ook wel gaan beginnen aan mijn auto rijden. Maar in ieder geval ga ik nu eens lekker oefenen. En nu zit hier ook dingen over ijs en zo. Als er sneeuw ligt en weet ik het wat er allemaal. Ik kan je niet vertellen dat ik hier vast goed in ga zijn. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval ben ik benieuwd. Ik ga nu dus ondertussen even mijn laptop pakken. Wat video's aanzetten en zo. En dit maken. Kijken of dit gaat lukken. Even kijken of ik ergens een schrift heb liggen of zo. En kijk, ik ben helemaal mijn cupboard ook uitgelopen. Weet je, ik kom thuis. Ik dacht aan mijn eigen van, ik ga me omkleden. Maakt me net hoe ik eruit zie. Ik ga toch niet meer de deur uit. Weet je, en voor jullie... Jullie weten al gewoon zoveel van me dat het... Ja, maakt het niet eens meer uit. Jullie zijn gewoon net als een familie, jongens. Goed, de meeste van jullie zijn al een jaar lang volg me al. Dus dit vind ik echt te gek. In ieder geval, ik ga nu ondertussen dit boek even doen. Ondertussen wat video's kijken. Ik heb net geleerd, dus dat ga ik vanavond misschien nog eventjes doen. Anders heb ik morgen nog genoeg de tijd. Als ik prikdranken drink, kom ik altijd terug. Goed, ook een leuk feitje om te weten. In ieder geval, ik weet niet wat ik aan het doen ben nu. Ik ga maar eens even in het rijbewijsboek kijken. Ik heb, hier stonden eerst dozen. En die heb ik nu weggehaald. Die staan nu daaronder. Ik vond ze hier veel te rommelig staan. Dus ik heb nu dit neergezet. En een placematje voor als ik een glas of beker heb of zo. En deze heb ik hier opgehaald omdat mijn muur is nog steeds heel erg beschadigd. En nu zie je het niet zoveel. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En ik heb deze erbij gehangen. Vond ik wel leuk. Ik plak even deze weer op me. Is een beetje schuin. Nou, dat zit prima. Ondertussen staat mijn laptop hier. Ik heb mijn kabel trouwens hier zo achtergelegd. Leek me wel gewoon handig. Ik ben ondertussen een vlog van Alicia. Ik ben haar vlogmas van 2014 aan terugkijken. Het is echt leuk om vlogmas terug te kijken. Verder heb ik hier een paar dingetjes weggehaald. Er is nog steeds oorlog hieronder. En dit heb ik opgeruimd. Hier is mijn schoolmap. Dit is mijn stagemap. En mijn andere stagemap ligt nog op school. Deze is gewoon nog helemaal leeg. En deze gaat morgen waarschijnlijk leeg. Want er moeten nog nieuwe dingen in. En ik ben dus hiermee bezig. Ik ben hier net op de eerste bladzijde. Ik heb het eerste antwoord al. Ik weet niet of die goed is, maar dat zie ik dan wel weer. Ik ga zo checken. Klaar! En ik ben nu denk ik een kwartiertje. Nee, geen kwartier. Half uurtje verder denk ik. Het waren 56 vragen. En dan zit ik in de schaduw. Dit is beter. Ik heb er 36 goed en 29 fout. Dus ik heb er meer dan de helft goed. Dat is natuurlijk wel goed. Ik heb er meer dan de helft goed. Dus daar ben ik heel blij om. Ik ga mijn pennen weer terug in mijn... Hoe schattig is dit doosje? De doosje heb ik ooit eens gekregen of gekocht. Ik weet het niet eens meer. Kijk. Is toch super lief. En daar zit nu mijn pennen in voor school. Even dit terug doen. De kamerdeur dicht doen. Oh, de Eiffeltoren. I'm in Paris. Ik blijf dit echt heel erg mooi vinden. In ieder geval. Ik heb eigenlijk niet zoveel meer om te doen. Ik ben klaar en ik heb geleerd. Ik heb dat rijexamen geoefend. Iedereen. Ik had het op Facebook en Instagram gezet. En op Facebook dacht iedereen gelijk dat ik voor mijn examen het leren was. Maar... soort van, ben ik ook eigenlijk wel. Maar ook eigenlijk weer niet. Ik ga dit straks aan mijn moeder geven. Deze hebben we met voedingslid gedaan. En dan moet je invullen wat voor groente of fruit het is. Ik wist er niet heel veel. En mijn moeder is echt wel zo'n typetje die dat denk ik allemaal wel weet. Dus ik ga dit straks aan mijn moeder geven. Ik ben heel benieuwd hoe zij dat doet. Ik ga nu video's kijken.
En even uitrusten, want mijn been. Ik vertelde jullie net toch dat mijn been vast zat door die spier. Oh, mijn been doet nu echt fucking zeer. En mijn rug ook nog steeds. Volgens mij heb ik echt kut geslapen. What up? Ik kijk elke keer naar het scherm. Ik moet ermee ophouden. Sorry. Ik ben het zo gewend om hier naar te kijken. En niet hier naar. Maar ik moet hier naar kijken. Hi. Ik ga nu eten. Want ik heb heel erg honger. En ik kijk weer opzij. Oh, dang it. In ieder geval. Ik heb honger. Dus ik denk. Ik ga lekker eten. We eten volgens mij bloemkool of zoiets vandaag. Geen flauw idee. Bloemkool met slavinken volgens mij. Bloemkool stampot met slavinken. Slavinken, ik ben niet zo'n slavink mens. Maar wel een bloemkool mens. I love bloemkool. I love it. In ieder geval. Dat is. Ja. Ik heb eigenlijk niet zoveel meer te zeggen. Ik ga nu lekker. Wow, dit is echt een slechtste angle ever. Ik ga eerst op mijn stoel zitten. Want ik zit letterlijk en figuurlijk op het randje. Hoppa. In ieder geval. Wat ik wilde zeggen. Is. Even deze kabel terug doen. Dat wilde ik niet zeggen, maar ik moet even deze kabel terug doen. Zo. Ik wilde zeggen dat ik nu zo lekker ga eten. En dat ik, als ik waarschijnlijk klaar met eten, de vlog ga editen. En ja, ik weet niet echt wat ik verder ga doen. In ieder geval hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Ga deze video een blauwtje omhoog. En ik zie jullie niet morgen. Morgen hou ik een chill dag. Ga ik leren, weet ik wat allemaal. In ieder geval zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb al jullie al gezegd. Thumbs up. Subscribe als je nieuw bent. En als je nog meer van me wil zien. Ja, als je dit leuke idee hebt, laat het hieronder in de comments weten. Vind ik heel erg leuk. Heb je nog leuke video's die ik echt moet zien? Laat het ook hieronder achter. Volg me op social media. Doe gewoon lekker jullie dingen. En als je dat niet wil, doe dat niet. In ieder geval, ik zie jullie heel erg snel weer. Doei doei!